Brebe Ministries International neemt het voortouw in het beleiden van de schuld voor alle christenen. Dit zegt Georgis Gimit, senior pastor bij Brebe Ministries. Hij vindt dat de volle evangelie zich schuldig heeft gemaakt aan zaken die kwetsend zijn voor de gemeenschap. Op een vanochtend gehouden persconferentie haalde Gimit aan dat geestelijke leiders het woord van God gebruiken voor eigen belang. Volgens hem gebeurt dit ook op sociaal-maatschappelijk gebied. Met de persconferentie kiest Brebe niet voor het pad van oorlog, maar juist voor vrede. Pastor Gimit biedt daarvoor zijn verontschuldigingen aan en vraagt de gemeenschap om vergeving. Ik beleid deze zonde, ik beleid dit, omdat niet daarvoor Jezus Christus ons heeft geroepen. Jezus heeft in zijn woord gezegd, ten alle tijden wanneer wij zijn naam gebruiken, ten alle tijden wanneer wij bezig zijn met zijn naam, moeten we het doen om zijn naam te verheerlijken en niets anders. Wij moeten zijn naam onder elke omstandigheid verheerlijken. Vandaar dat ik deze schuldbelijdenis moet doen en ik wil gelijk praten tot mij, geestelijke leiders, die in welke politieke partij dan ook zijn. Ik wil u bij deze vragen om rekening te houden met onze medebroeders, met onze medezusters, die elders of in een andere politieke partij zijn. De gemeenschap kijkt naar ons en wij moeten ons niet bezighouden met oneigenlijke taken. God heeft zijn richtlijnen gegeven in zijn woord. Wij dragen uit het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God houdt in vrede, blijdschap. En natuurlijk houden wij ons bezig met de positieve dingen die de mensheid tot inkeer kan brengen. Wij willen geen... Liever scheldt men ons uit omdat wij Jezus dienen, in plaats dat men God uitscheldt door handelingen die wij plegen. Pastor Ismael Misijan haalde aan dat het doel van deze schuldbelijdenis is om de natie te genezen. Hij zegt dat het erkennen van de fouten ertoe moet leiden dat er weer rust in de samenleving komt. Het is voor iedereen, maar specifiek voor de groep die de naam van Christus belijden. Die politieke leiders die de naam van Christus belijden. Want je kan niet verwachten van iemand die Christus niet dient, dat die persoon zich gaat houden aan de regels van de Bijbel. Begrijpt u? Maar het is specifiek voor die mensen. Het is een begin die gemaakt is. En dit wat we hier doen, er zijn andere kerken die het doen, achteraf niet, dus bij de pers of zo. Maar Brebe Ministry zegt van nee, we doen het in de kerk, maar we gaan verder. En ik geloof dat dit een begin is, want we willen herstel zien van ons land. Tot zover pastor Ismael Misijan van Brebe Ministries. Hij sprak vanmorgen op een persconferentie van Brebe over de schuldbelijdenis voor christelijke politieke leiders die in de fout zijn gegaan.